Ik heb een baantje aan de universiteit, maar het is niet helemaal volledig. Ik heb namelijk de laatste tijd ook een bijbaantje, want ja, op zich wel leuk hoor, een beetje werk aan de universiteit. Maar ik dacht met die stijgende prijs, ik moet eigenlijk ook een beetje een appeltje voor de dorst hebben. Dus ik heb een bijbaantje genomen. Ik verkoop nu cocaïne hier op Vredenburg. En nou ja, het is een hele goede handel, het gaat hartstikke lekker, ik ben heel succesvol. Want, ja, er is gewoon enorm veel vraag naar en lekkere winstmarges, dus het gaat hartstikke goed. En ja, ik zie jullie hier een beetje kijken dat jullie denken, nou, wat zit hij nou te verkopen? Een beetje een raar verhaal. Ik zal het bewijzen. Ik zal laten zien hoe succesvol ik ben. Ik heb hier namelijk mijn opbrengst van de afgelopen jaar. Ik heb de hele middag zitten tellen. Allemaal tientjes, twintigjes. Nou ja, uiteindelijk zit 2 miljoen in deze tas. Nou, een jaartje werken, maar goed, wel 2 miljoen binnen. Dus ja, nou, die tas is binnen. En ja, ik zat meteen een beetje te dromen van, ja, wat ga ik daar nou mee doen? Hey, ben ik eindelijk lekker succesvol? Wat ga ik met dit geld allemaal doen? En toen dacht ik, ja, weet je, ja, ik woon nog bij mijn moeder. Misschien is dit wel een lekker moment om een keertje echt een leuk huisje te kopen. Dus ik zat een beetje op Funda te kijken. Nou, ik heb een mooi huis gevonden. Echt hier in Rijnsweerd. Nou, dit is echt mijn ideale huis. Ik denk dat jullie het met me eens zijn. Nou, als ik dit huis heb, dan kunnen we de afterparty bij mij thuis doen na dit festival. Ik heb gekeken, het kost 1,5 miljoen. Dus ja, op zich, ik heb hier 2 miljoen liggen. Het huis kost 1,5 miljoen. Ja, het lijkt appeltje-eitje. Maar ik denk toch dat het ja, een beetje dubieus is als ik gewoon met deze tas geld naar de verkoopmakelaar ga en zeg, nou, doe me dat huis maar. Kijk, tot nu toe heeft niemand doorgehad dat ik drugs aan het verkopen was hier op Vredenburg. Ik ben helemaal niet gepakt. Niemand heeft het doorgehad en ik hoop dat jullie het ook aan niemand vertellen. Maar ja, als ik zo meteen met die tas met geld het huis ga kopen, dan heeft die verkoopmakelaar de meldplicht om door te geven aan de opsporingsinstanties in Nederland. Het is toch een beetje vreemd wat die meneer Verwe daar hier aan doen is. En ook als ik daarna bij de notaris kom, heeft die notaris de meldplicht om door te geven dat ik met zo'n enorme tas met geld aangekomen ben. En dat het toch maar vreemd is dat ik ineens, als ambtenaar die bij de universiteit werkt, met een normaal salaris, ineens met zoveel geld op de proppen kom. En dit is een beetje het dilemma van een typische witwasser. Een typische succesvolle crimineel die ineens zoveel geld heeft, er iets leuks van wil kopen, maar dan zich afvraagt, ja, maar ga ik nu niet in de gaten lopen? Dus nu moet ik iets bedenken. Ja, hebben jullie ideeën? Hoe kan ik dit geld nou gaan witwassen? Zodat de autoriteiten niet doorhebben dat ik dit illegaal verdiend heb, maar dat ze het idee hebben dat het legaal is. Hebben jullie een beetje ideeën voor mij? Zonnebank? Wat? We gaan naar de zonnebank of we gaan de zonnebank beginnen? Ah, kijk. Ja, heel goed idee. Ik vind ook echt een mooi voorbeeld, omdat dit echt een klassiek voorbeeld is. We gaan een zonnebank beginnen. Ik dacht aan een kroeg beginnen. Ik denk, jullie zijn op een festival, jullie zijn al aan het drinken, jullie gaan aan een kroeg denken. Wat we nodig hebben, is een bedrijfje waar lekker veel cash in omgaat. Dat kan een zonnebank zijn, dat kan een kroeg zijn. Misschien is zonnebank nog wel een beter idee. Zoals je ziet, mijn kroeg helemaal leeg. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje problematisch normaal gesproken als je een kroeg hebt. Maar in mijn geval is dat eigenlijk helemaal niet erg. Want ik heb deze kroeg opgericht om te gaan witwassen. Dus wat ga ik doen? Aan het einde van de dag, ook al is er niemand geweest, ik haal een paar honderd euro uit deze tas en ik stop hem in de kassa. En dat ga ik zo elke dag doen. En aan het einde van de week ga ik naar de bank en zeg ik, nou, ik kom even de opbrengsten van de kroeg hier storten. En op die manier stort ik heel langzaam het geld uit deze tas op de bankrekening van de kroeg. En als ik dan uiteindelijk een keer een huis ga kopen, dan zeg ik, ja, ik ben gewoon succesvol zakenman. Ik heb gewoon een goed lopende kroeg en daarom kan ik ineens zo'n mooi huis voorloven. Dus dat is een beetje het idee van witwassen. Ik zei al, dit is echt een klassieke vorm. Het schijnt dat hier de naam witwassen vandaan komt. Omdat Al Capone, die veel geld verdiende tijdens de drooglegging in Amerika, ongeveer 100 jaar geleden, die had op een gegeven moment zoveel geld dat hij dacht, ik moet ook iets bedenken om niet in de gaten te lopen. En die is heel veel wasserettes gaan oprichten in Chicago. Meer dan er eigenlijk nodig waren. Maar dat was alleen maar om te zorgen dat hij dat contante geld op bankrekeningen kon storten. Met het excuus, ja, dat is gewoon allemaal geld wat ik verdiend heb met een wasserette. Dus dat witwassen komt echt van die wasserettes schijnt. Van Al Capone die daarmee begonnen is, al ongeveer 100 jaar geleden. Op zich een goed idee, die zonnebank. Zonnebank heeft ook het voordeel dat we, kijk, bij een kroeg kun je natuurlijk een beetje kijken wat is de inkoop, wat is de verkoop.
En dat is natuurlijk wel waar het om draait, dat het niet te veel opvalt dat ik elke keer geld aan die kassa toevoeg. Want het kan zijn natuurlijk dat de Belastingdienst langskomt. De belastinginspecteur, die komt niet kijken of ik aan het witwassen ben, maar die komt kijken of ik niet de belasting aan het ontduiken ben. Want wat je kan doen, belastingontduiking is precies het omgekeerde van witwassen. Dan heb ik een hele volle kroeg, verdien ik heel veel geld. En aan het einde van de dag haal ik er geld uit en dan stop ik in mijn zak, zodat ik daar geen winstbelasting over hoef te betalen. Nou kan het natuurlijk zijn dat die belastinginspecteur langskomt en ook opvalt, hey, dat verschil tussen die inkoop en verkoop is zo groot, er kan iets dubieus aan de hand zijn en dan kan ik alsnog in de gaten lopen. Dus dat is wel een beetje het nadeel van een kroegje oprichten of een zonnebank. Het kan zijn dat de belastinginspecteur er alsnog achter komt. Ander nadeel is, ja, je moet ook gewoon belasting betalen. Als dit winst wordt, dan moet ik hier toch 19% van gaan betalen. Dat is toch nog wel al zonde. Nou zei ik heb 2 miljoen en het huis kost 1,5 miljoen, dus dat, ik kan het leiden, maar is toch jammer. Ik raak toch 4 ton kwijt op deze manier. Maar dat is wel opvallend dat witwassers vaak heel erg bereid zijn om belasting te betalen, omdat er dan toch een stempel van de overheid op zit van, nou, dit is toch wel echt verdiend. Nou ja, ik zei al een beetje, dit is, ja, weet je, het is ook een beetje een beginnersvariant, een beginnersmethode voor witwassen. Want ja, stel dat ik 300 euro uit deze tas haal elke dag en die in de kassa laat op. Na een jaar heb ik 1 ton wit gewassen. Als ik die hele tas wil gaan witwassen, ben ik 20 jaar bezig. Ja, dan had ik net zo goed gewoon bij de universiteit kunnen blijven werken. Dan kan ik ook geld verdienen. Dus een beetje beginnersmethode. Dus ik denk dat we toch iets geavanceerders nodig hebben. Dus laten we even kijken of we iets kunnen vinden. Als de klikker het doet. Laten we even gaan googlen, witwasexpert. Laten we even op zoek gaan naar iemand die ons een beetje kan helpen. Dus even, kijk, nou, Willem Holleder. Nou ja, die heeft er een beetje ervaring mee. Nou ja, vooral zijn adviseur, Jan-Dirk Parelberg, die is ervoor veroordeeld. Holleder wilde op een gegeven moment een leuk pandje hebben in Amsterdam. Ze hebben het geld wat ze verkregen hadden op een criminele manier, ze via Anguilla en Hongkong laten lopen en uiteindelijk hebben ze geprobeerd een pandje te kopen in Amsterdam. Wel tegen dichtgelopen, uiteindelijk veroordeeld. En ja, hij weet er wel veel van, denk ik. Maar of we die dat geld toe kunnen vertrouwen, ik weet het niet. Laten we naar de tweede optie gaan. Nou ja, dat zul je mij hebben. Ik ben Joris Verwerda en ik doe al ongeveer 20 jaar onderzoek naar witwassen. En ik probeer met mijn onderzoek met name beleidsmakers te helpen om wat betere keuzes te maken en overwegingen over hoe we witwassen het beste kunnen bestrijden. Dus ik hou me bezig met vragen als, waarom is witwassen eigenlijk een probleem? Waarom bestrijden we het? En als dat al een probleem is, hoe groot is dat dan? Dus ik probeer met omvangschattingen toch ook de beleidsmakers te helpen hoe groot het probleem is. Het is natuurlijk ontzettend lastig, want die witwassers geven niet elke keer door aan mij of ze aan het witwassen zijn. Dus ik moet toch met allerlei indirecte schattingsmodellen werken. En ik vraag me ook af of het een beetje loont om witwassen te bestrijden. Dus ik maak wat kostenbatenanalyse, maar ik maak ook detectiemodellen om witwassers wat beter te bestrijden, te vinden. Maar laten we eens beginnen bij het begin. Waarom is witwassen eigenlijk crimineel gemaakt? Nou, we hebben in het strafrecht een heel mooi principe, het schadebeginsel. Wat zegt van ja, eigenlijk wil je in een land dat iedereen zo vrij mogelijk is. Ja, tenzij jouw acties schade toebrengen aan een ander. Dan moet je het misschien crimineel maken. Nou ja, dat is bij moord en bij zakkenrollen is dat natuurlijk heel duidelijk wie het slachtoffer is. Maar ja, bij witwassen, wie is nou het slachtoffer? Als wij die kroeg oprichten, of die zonnebank, wie is het slachtoffer eigenlijk? Is toch alleen maar lekker, hebben we een extra kroeg erbij. Nou, er is een hele literatuur over wat er allemaal voor negatieve effecten kunnen zijn voor de samenleving. Het is natuurlijk als al die witwassers alle pandjes opkopen in een stad, dat de prijzen omhoog kunnen gaan. En dat daardoor normale mensen geen pand meer kunnen kopen. Er wordt heel veel gesproken over allerlei effecten van witwassen. Maar dat is wetenschappelijk heel moeilijk om aan te tonen en ik probeer daar een beetje een bijdrage aan te leveren. Op dit moment zijn met name de politieke redenen die domineren waarom we witwassen bestrijden. Ongeveer in de jaren 80 in Amerika hadden ze de war on drugs. En op een gegeven moment kregen ze zelf ook wel door, ja, dat is niet te winnen, wij zijn gewoon niet aan het winnen. Dus wat ze toen hebben bedacht, weet je wat, we gaan het accent een beetje verleggen. We doen niet de war on drugs, maar de war on drugs money. Dus ze probeerden achter dat criminele geld aan te gaan, omdat ze de drugs zelf steeds niet konden vinden. Toen kwamen we er al vrij snel achter. Oh, het blijkt dat die drugsbaronnen vrij internationaal georiënteerd zijn. Die waren natuurlijk toch al met die smokkel bezig. Dus in no time moest de hele wereld meehelpen om witwassen te bestrijden. Want als er ergens één land niet meedoet, ja, de ketting is toch zo sterk als de zwakste schakel.
Dus dan gaat het niet goed. Waardoor het ook belangrijk is om witwassen te bestrijden, is omdat we elke keer zien dat er in Afrika of andere ontwikkelingslanden een of andere leider aan de macht komt die het hele land leegrooft en al het geld op zijn bankrekening zet. Wat die leiders vaak proberen, is zo gauw mogelijk het geld naar het westen te krijgen. Want ja, als er een opvolger komt, ja, die steelt weer al het geld van de voorganger. Dus ze proberen dat geld weg te sluizen. En dat sluizen ze met name naar de westerse wereld. En dat is wel een probleem, want wij zijn ondertussen ontwikkelingsgeld aan de ontwikkelingslanden aan het geven. En ondertussen sturen die ontwikkelingslanden onder de tafel het geld terug. Er zijn zelfs schattingen dat voor elke euro ontwikkelingshulp die wij geven, dat er ongeveer 10 euro onder de tafel terugstroomt. Ja, dan wordt het wel lastig voor de ontwikkelingslanden om zich een beetje te ontwikkelen. Dus daardoor kan het wel heel belangrijk worden. Maar echt in een stroomversnelling kwam het door 9/11. Toen hadden de Amerikanen ineens door van, ja, als we de volgende aanslag willen voorkomen, moeten we wel een beetje grip hebben op het financiële systeem. En moeten we doorkrijgen dat er door die financiële transacties terroristische aanslagen aan het voorbereiden zijn. En dus is enorme vlucht genomen in dat hele bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. En ik probeer met mijn onderzoek toch een beetje balans daarin aan te brengen. Ik probeer beleidsmakers te vertellen dat we niet alleen moeten kijken naar de criminelen die tattoos dragen, maar ook naar de criminelen die stropdassen dragen, de witte bordencriminelen. En ik probeer ook uit te leggen dat als je meer criminaliteit gaat bestrijden, kost vaak ook een beetje privacy en daar moeten we toch een balans in zien te vinden. En we moeten op zoek gaan naar effectieve middelen om het te bestrijden. Want ja, laten we eerlijk zijn, we hebben duizenden politici gehad die gezegd hebben, wij gaan alle misdaad bestrijden, maar we hebben nog nooit een land gezien zonder misdaad. Altijd en in elk land hebben we misdaad. Dus op die manier, dat is wel een beetje een negatieve manier om dit hele praatje te eindigen. Laat ik toch eindigen met iets positiefs, want dat betekent natuurlijk wel dat ik voorlopig nog een leuk baantje heb. Dank u wel voor uw aandacht.